achterstand. Ik heb nog een keer gememoreerd. Een vrije trap van Gabri Urbanus voor Excelsior. Als ik heel eerlijk ben, dat klinkt misschien arrogant. Ik wist niet dat ik zo groot was. 3 minuten nog van de extra tijd. Katwijk met de moed der wanhoop om de schaal vandaag binnen te halen. Willem van Zuylen, icoon van het amateurvoetbal, stem van West. Na 30 jaar amateurvoetbal is het mooi geweest. Willem gaat met voetbalpensioen. Ik ben al vanaf, van jongs af aan op elke zaterdag bezig. En met name de zaterdagochtend, die wil ik vrij hebben. Dat heeft diverse redenen, maar vooral ook kleinkinderen die gaan sporten. Dat is nu nog in de ochtend. Ik kan het niet half. Ik kan niet zeggen, dan ga ik toch om 12 uur rijden en dan zie ik het wel. Dat zit niet in me. Dus om 12 uur moet ik eigenlijk al zo'n beetje op het veld zijn. En zaterdag komt er een einde aan een tijdperk. En Willem zal zeker door de liefhebbers van het amateurvoetbal gemist worden. Ik denk dat de mensen altijd geboeid naar hem hebben gekeken en geluisterd. Ik denk dat we hem ernstig tekort zouden doen als we het alleen over zijn enthousiasme en zijn taalgebruik zouden hebben. Willem is vooral een man met heel veel vakkennis, zeer integer. Die keuze, toen hij het mij vertelde, baalde ik echt. Want ja, het is gewoon een fenomeen op TV West. Ja, dat doet, de waardering doet wel met me, maar dat ik ga stoppen, dat doet me nu nog niet zoveel. Die zaterdagavond toen ik het zelf op Facebook gezet had, toen heb ik wel even een traantje gelaten. Nou moet je pompen, nou drink de tijd. Ja, de tijd is volgens mij om. Ooit zei een fysiotherapeut tegen mijn moeder, jouw zoon moet naar de echte radio. Toen zat ik toch bij de Piraat volgens mij. Nou ja, dat heb ik gehaald. Het is over, uit en sluit aan en afsluiten. Ik ben wel een emotioneel mens, maar ik denk niet dat ik daar emotioneel van word. Alhoewel je het nooit weet. Ik denk het niet. Het is gewoon een eigen beslissing. Dus, misschien heb ik een zanddoek nodig, ik weet het niet.